bezieler van het stuk. Wat bezielt u om dit naar Nederland te halen? Wel, de musical is 5 jaar geleden in Vlaanderen in première gegaan. En Joop van den Ende was op de première. En die was eigenlijk door deze voorstelling volledig weggeblazen. Die was helemaal onder de indruk. Die zei, ik heb dit eigenlijk nog nooit gezien in heel mijn carrière. En Joop heeft nu toch wel het een en ander gezien in zijn leven. En hij zei eigenlijk, dit moet naar Nederland komen. Nu goed, dat is natuurlijk sneller gezegd dan gedaan. We hebben onmiddellijk plannen gemaakt om de voorstelling naar Nederland te brengen. Maar toen kwam heel de corona-pandemie en die heeft eigenlijk de hele boel een beetje vertraagd. Dus we zijn eigenlijk heel blij en heel trots en heel opgelucht dat we nu eindelijk met een aantal jaren vertraging kunnen aankondigen dat we over een jaar hier in Barneveld in première gaan. Misschien is het goed, Anja, als jij de dames wil onthullen. De twee geliefdes, Lea Liedman en Marie de Jong, betere personages. Ja, en zij worden gespeeld door niemand minder, durf ik toch wel zeggen. Gaia Eichmann en Mignen Evraert. Applaus! En gefeliciteerd. Dankjewel. Jullie zien er schitterend uit. Gaia, jij bent natuurlijk al zo lang een heel bekend gezicht in musicalland. Mignen, dit is denk ik dit jouw eerste mega grote rol, denk ik, hè? Ja, in Nederland wel, ja. Heel spannend, leuk. Want wat heb je hiervoor zo al gedaan? Ik heb in Duitsland en Oostenrijk gewerkt. Ah, oké. Okay. Ja. Maar in Nederland eerste keer primeur. De eerste keer primeur en dan het lijkt me ook wel meteen een pittige rol, of in ieder geval lastig. Want jij speelt de geliefde van de broer die zich uiteindelijk aansluit bij de nazi's. Klopt, ja. Heb je al geprobeerd om daar een beetje in te leven, hoe dat zou zijn, om ook echt met zo iemand samen te leven? Ja, lastig natuurlijk. Je hoopt altijd in het echte leven dat je een held was geweest natuurlijk in zo'n situatie. Maar ik vind het ook juist wel heel mooi aan de koppel dat zij is eigenlijk heel naïef, heel vrolijk. En zij is zo verblind door haar liefde voor Dirk, dat zij gaat daar eigenlijk bijna blindelings in mee. En het is natuurlijk ook een hele andere tijd. Ik denk dat sowieso voor vrouwen die in die tijd wel moeilijk was om daar tegenin te gaan. Je voelt je man. Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat het moeilijk was om zomaar je mond open te trekken tegen je man. En ik denk dat ze daarom eigenlijk daar blindelings in meegaat. En misschien dat ze er uiteindelijk wel wat van gaat zeggen, maar ik weet het niet verhalen. Dat was waarschijnlijk wel een punt gekregen. Nee, dat niet. Oké, spannend. Gaia, jij gaat sowieso hartstikke lekker. Je hebt onlangs nog een mooie award gewonnen voor jou, natuurlijk in AIDA. En nu deze, moest je überhaupt nog auditie doen hiervoor? Of, Ja, zeker. Okay. Ik moet wel even laten zien wat ik kan, want het zijn natuurlijk altijd andere rollen. Ja. Een andere kleur van jezelf laten zien. En, waarom wilde je dit gaan doen? Nou, ze hebben me eigenlijk echt ervan weten te overtuigen dat dit zo'n ander verhaal is en een andere rol dan wat ik zelf ooit heb gespeeld. Ik kan een nieuwe kleur van me laten zien. Het is een hele andere stijl. En dit is voor mij ook de eerste keer dat ik te maken krijg met een Tweede Wereldoorlog verhaal. En ziet u dan nog wel uitdagingen tot aan de première? De grootste uitdaging die ligt hiernaast. Daar ligt nu alleen nog een stuk grond. En daar moet over een jaar een hal staan waar wij in première kunnen gaan. Dus dat is de allergrootste uitdaging. Want de hele voorstelling bestaat natuurlijk in Vlaanderen. Ze is helemaal geadapteerd naar Nederland. Maar technisch is ze voor 99% hetzelfde. Dus daar verwachten we geen moeilijkheden. Maar we hopen natuurlijk wel dat we een dak boven ons hoofd hebben hier over een jaar. Dat zou wel fijn zijn. Ja. Dat zou heel fijn zijn. En wat gaat het Nederlandse publiek over de streep helpen? Toch vooral het verhaal. Want het is een spektakel. Ik bedoel, hele grote scènes. Er vliegen vliegtuigen over de mensen hun hoofd. Er rijdt een trein op ware grootte binnen en buiten. Dus het is heel spectaculair. Maar toch staat alles wat er gebeurt op dat vlak in functie van het verhaal. Het is een heel aangrijpend verhaal. Een herkenbaar verhaal. Een verhaal waar heel veel families die tijdens die de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt zich gaan herkennen. En het is heel aangrijpend.
En dat is toch heel belangrijk om te beklemtonen, dat het verhaal altijd geprimeerd heeft voor ons, los van het hele spektakel rond. Ja, ik ook niet. Jullie spelen ook Roers. Gaan we nog bleek dat is voor je niet de eerste keer, hè? Nee, wij hebben ooit eerder in de serie Hoofdvliegers, daar hebben wij ook Roers gespeeld. En jij was heel kort, toen was je alweer... Ik was eigenlijk van je broer. Nu is wat ooit was voorbij, want nu ben jij mijn.